De competitie die tot de allerlaatste speelronde spannend blijft. Kuiper. Kuiper. Oh, heerlijke actie. Kuiper. Ja, voor de nog 2-0. Dat is de tweede divisie. Want wie wordt er komende zaterdag kampioen? Wordt het Katwijk, de ploeg die al het hele seizoen bovenaan staat? Of gaat Kozakke Boys, wat in november nog een achterstand had van 15 punten, alsnog met de titel aan de haal? Beide ploegen zijn dit seizoen de clubs met de langste zegenreeks in de tweede divisie. Tussen november 2017 en maart 2018 won Kozakke Boys 10 keer op rij. En tussen augustus en oktober 2017 was het Katwijk wat 8 keer achter elkaar won. Daarnaast beschikken beide ploegen over de twee topscorers van de competitie. Marciano Mengerink scoorde 28 keer voor Katwijk. Marciano Mengerink, hij doet het gewoon weer! Ahmed El Azouti maakte 27 goals voor Kozakke Boys. Maar niet voorbij, Kozakke Boys komt een voorsprong en dat zat er toch een beetje aan te komen. El Azouti is de man die je maakt. Wat wel opvalt is dat Mengerink slechts 2 keer scoorde in de laatste 6 wedstrijden. Terwijl El Azouti in die 6 wedstrijden juist 8 keer scoorde. Ook opvallend is het verschil bij Katwijk sinds de trainerswissel in februari. Zoals je ziet, sinds Jack van den Berg trainer werd, wint de ploeg minder vaak en worden er aanzienlijk minder punten gepakt. Ondanks dat Katwijk nog altijd bovenaan staat, is Kozakke Boys de ploeg met de minste nederlagen. De club uit Werkendam verloor 6 wedstrijden, maar verloor ook cruciale punten door 6 keer gelijk te spelen. En een gelijkspel is komende zaterdag niet voldoende. Kozakke Boys moet winnen van Katwijk om kampioen te worden. Er is in ieder geval al wel één stand waar Kozakke Boys momenteel bovenaan staat. En dat is, zoals je ziet, de stand op basis van wedstrijden gespeeld na de winterstop. Wat denk jij? Welke club mag zich komende zaterdag kampioen noemen van de tweede divisie? De ontknoping van de tweede divisie zie je zaterdagmiddag vanaf 3:30 live op Fox Sports.